Welkom bij deze nieuwe Motormobilist video. Ik ben eerst eventjes langs het buurthuis om even naar een verstopte gootsteen te kijken. En daarna ga ik naar Motorservice Osdrecht om eventjes te kijken hoe het met de Goldwing is gesteld. Ik krijg een lekker ritje door de polder naar Motorservice Osdrecht. Ik zat toch al in Woensdrecht, dus dan is het wel zo leuk om eventjes de toeristische route te pakken.
Oké, aangekomen bij Motorservice Ossendrecht. Eens even kijken hoe het met de Goldwing is. Nou, er was een boel aan de Goldwing gebeurd. Die was echt hard aan de beurt toe. De remblokken voor en achter zijn vernieuwd. De remolie, koppelingsolie. Uiteraard motorolie. De voorvorkeringen zijn vernieuwd. Er is een plaatje op de middenbok gelast, zodat die makkelijker van de middenbok af zou kunnen. Ik ben heel benieuwd. Hij zou weer een stuk beter moeten rijden. Oh ja, en een nieuwe achterband. Ook prettig. En nou ga ik weer lekker op mijn gemakje naar het buurthuis rijden. En hopen dat ze nog een broodje kroket of zo voor me hebben. Nou, dat was een lekker broodje kroket in het buurthuis. En dan gaan we nou weer naar huis. En dan kan ik dinsdag de Goldwing weer ophalen. Ik heb ook even dinsdag vervoer zien te regelen, maar dat gaat wel lukken. Goedemorgen, ik ben weer onderweg naar Ossendrecht om de Goldwing op te halen. Dus ik hoop binnenkort weer lekker met de Goldwing te kunnen rijden. We moeten nog even een proefrit maken en dan is die klaar. Bye.
Het is 350 kilo, hè? Ik rij weer heerlijk op mijn Goldwing naar huis. Hij loopt als een zonnetje. Even een beetje rustig aandoen in verband met de nieuwe achterband. Niet al te dapper de bocht om. Ik ben gelijk aan het experimenteren met een nieuw camerastandpunt. Ik heb nu een GoPro aan de valbeugel vastgemaakt. Eens kijken wat dat voor beelden geeft. Ik denk dat ik nu eerst maar even naar de buurtwinkel ga om even een bakje koffie te drinken. Ik moet zeggen dat ik helemaal niet geschrokken ben van de rekening. John had me een hele nette prijs gerekend, dus ook daar ben ik weer erg tevreden over. Ik moet zeggen dat ik Motorservice Osendrecht bij iedereen kan aanraden. Het is altijd goed werk en een nette prijs. Ik ben heel tevreden over. Ik heb nou olie voor de Harley gekocht. De oliepeil stond een beetje laag. Ik wil binnenkort de Harley ook even voor een grote beurt wegbrengen. Ik vind het toch altijd fijn als ik een motor koop dat ik hem eventjes door John helemaal laat nakijken. Dat heb ik tot nu toe bij de meeste motors gedaan die ik de laatste tijd gekocht heb. Altijd eventjes alles laten checken. Dan weet je zeker dat je gewoon een goed uitgangspunt hebt. Eerst maar eens eventjes tanken, want ik zie dat die bijna leeg is. Altijd lekker zo'n ritje tussen de bossen. Dat mis je toch als je in de stad woont, hoor. De indruk dat die nieuwere blokjes wel inderdaad een verbetering zijn. Ja, met die nieuwe achterband maar een beetje rustig aan op de rotonde.
Zo. Yo, ik ben bij het buurthuis.